Het lichaam dat zondagmiddag werd aangetroffen op de begraafplaats Vredenhof in Nijmegen is de vermiste Marga Peperkamp uit Nijmegen. De politie heeft aangegeven dat er geen sprake is van een misdrijf. De 60-jarige vrouw werd sinds nieuwjaarsdag vermist. Op 1 januari heeft de vrouw in een overspannen toestand haar woning aan de Jadestraat verlaten. De stichting reddingshonden RHWW uit Duiven heeft de vrouw gevonden. Zij waren ingeschakeld door de familie van Peperkamp. Vrijwilligers van de organisatie waren sinds woensdag op zoek naar de vrouw. Woensdag pikten speurhonden langs het Maaswaalkanaal sporen op, waarna de politie op donderdag en vrijdag besloot om op het water te gaan zoeken. Dat leverde niets op.